Hey allemaal, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering en een nieuw verhaal uit ons museum. Dit keer gaan we het hebben over de GMC-vrachtwagens. Ja, bevoorrading is een ontzettend belangrijk deel van oorlogsvoering. En nadat de geallieerden op de kust van Normandië geland waren met die idee, bedachten zij een briljant plan om die voorraden van de kust bij hun troepen te krijgen. De Red Bull Express. En een van de belangrijkste werkpaarden daarvoor was de GMC-vrachtwagenserie. Ja, en onze collega Frank Stoffer die kan ons daar alles over vertellen. Wat is het voertuig waar wij nu voor staan? Wat is dat voor een truck? Dit is een GMC, een 353H1, een CCKW. Mogen we allemaal vergeten. Het is gewoon een van de meest geproduceerde vrachtwagens uit het Amerikaanse leger. Ja, we hebben het hier natuurlijk over achter het front en logistiek. Wat had deze truck en dit soort trucks, wat hadden die voor een rol in de Red Bull Express? Ja, het bevoorraden van de troepen, als het ware. Ik bedoel, zit je aan het front, dan heb je eten nodig, drinken nodig, kleren, wapens, munitie, noem het maar op. En de Amerikanen wilden eerst met grote vrachtwagens gaan rijden. Maar grote vrachtwagens, die waren er niet genoeg voorradig. Maar deze waren er massaal wel. Maar is dit geen grote vrachtwagen dan? Dit is geen grote vrachtwagen. Oh, okay. Dit is al wel een grote vrachtwagen, maar het is naar Amerikaanse standaarden geen grote vrachtwagen. Okay. Laten we het dan zo zeggen. Yeah. En je kwam op een logistiek knooppunt, bijvoorbeeld een haven. En dan brachten ze het naar een groter verdeelpunt. Vlakbij het front, nog wel ver genoeg dat ze niet onder vuur genomen konden worden. Ja, want waren ze uitgerust met wapens bijvoorbeeld? Deze niet. Oké. Okay. En hoeveel mensen zaten hier nou in zo'n truck? Twee man kun je er, drie zou ook nog passen, maar in principe heb je aan één man meer dan genoeg om daarmee te gaan rijden. Aha. En dan breng je dus van punt A naar punt B. En vlakbij het front wordt het dan weer verdeeld door kleinere voertuigen, jeeps of een Dodge Weapon Carrier. Hey, en de mensen die hierin zaten, waren dat dan militairen? Of waren dat burgers? In principe allemaal dienstplichtigen die opgeroepen waren. En er werd niet gevraagd of ze een rijbewijs hadden, maar gevraagd, kun je rijden? Nou, en als je kon rijden, dan kun je ook met een vrachtwagen rijden. En we hebben deze dus in ons museum staan. Ja. Hoeveel hebben wij er? In mijn hoofd, 8. 8? 8. Oké. Okay. En wat voor een soort GMC's waren er nog meer? Van allerlei varianten. We hebben er zelfs eentje staan, een airborne variant. Die is een soort van groot bouwpakket. Die staat bij onze Horsa glider. Oh ja. Die wordt aangevlogen. Kun je weer in elkaar zetten. Een soort van vouwfiets. Ja, een soort van vouwfiets. Ja, okay. Ja, betere Meccano-werk of Lego-werk. Ja, 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 ja. En we hebben nog een werkplaats. We hebben nog een wrecker. We hebben er nog eentje staan met luchtdoel geschut, of tenminste 4.50 aan elkaar gekoppeld. Waarom zat daar wel geschut op? Om in ieder geval ergens een mobiel de lucht te beschermen, of tenminste de grond te beschermen tegen de luchtdoel. Ja. Oké, okay, nou en, ja. En dat is wel echt leuk. We hebben ook een duck. Ja, dat is een en dat is eigenlijk gewoon dit met een. Ja, Een functie om te varen, Een functie om te varen, precies. Een badkuip is misschien te minder waardig. En dat is ook een GMC. Dat is ook een GMC. Aha. Er zit gewoon een GMC onder. Nou, dat wist ik niet. Ja. Nou Frank, vanochtend hebben wij natuurlijk een ritje gemaakt. Echt wel? Ja. Ja, en dat was leuk, hè? Ja, dat was superleuk. Mooi. Dat was echt heel bijzonder. We hebben hier namelijk een tankbaan. Zo noemen wij dat zelf dan, van 1,5 kilometer op ons terrein. En vanochtend hebben we een hele toffe rit met z'n tweeën gemaakt. Frank, dankjewel voor alle uitleg. Maar ik denk dat we nu toch echt door moeten, want de Red Bull Express wacht niet. Nee, zeker dus, niet. Kom, we gaan let's erin. Let's go. Zo. Kijk, het zit best comfortabel. Ik hang hier ook super fijn. Ja,
Ja, dat was weer een van de verhalen uit ons museum. Bedankt voor het kijken. Wil jij deze en alle andere verhalen uit onze collectie zelf beleven? Koop dan snel je tickets. Of steun ons museum en word vriend. Of check de merchandise in onze webshop. Ja, alle links in de beschrijving. En vergeet niet te liken en subscriben. Tot de volgende. Houdoe.